Buitenspel 2.0 wordt mede mogelijk gemaakt door De Jong en Van Diermen, jouw assurantiekantoor. Spakenburg blijft op koers naar het kampioenschap. Dat mogen we toch wel zeggen. Ook IJsselmeervogels doet goede zaken om de koppositie. Eemdijk helaas laat het wat afweten. Na voor de derde keer verlies na de winterstop. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Buitenspel 2.0. Waarin we de verrichtingen bespreken van de plaatselijke voetbalclubs en alles wat daaromheen speelt. Dat doen we met drie gasten. En aan het einde van de tafel zit Wessel ter Haar. Ja. En ook bekendie. Ja, ja, vertel ja. Nog even voor degene die je niet kent. Wat je doet bij IJsselmeervogels. Nou ja, ik train sinds afgelopen week. Dat is eigenlijk sinds na de winterstop. Train ik mee als assistent trainer van de jongens onder 9-1. Nu help ik op maandag ook met de techniekschool. Dus dat is dan de hele onderbouw. En dat komt in twee blokken van een uur. Komen daar dan zeg maar zes teams voorbij. Dus nou, hartstikke leuk. En dat doen we dan op maandag doen we dat met vier, vijf andere trainers. Dus dan heb ik hartstikke naar mijn zin. Heb ik het daar. Ja. Dus. En je bent ook een fanatiek supporter? Fanatiek supporter, ja. Zeker. Kun je de wedstrijd een beetje volgen? Want ik heb ook begrepen dat je bij je vader in de zaak werkt. Ja, 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 ja. Ik werk bij mijn vader in de vis. Ik zal niet de enige zijn in Spakenburg die dat doet natuurlijk. Nee. Maar daardoor krijg je natuurlijk niet alles helemaal mee. Ik probeer het zo goed mogelijk te volgen of via het wedstrijdverslag op Twitter. Ja. En achteraf lees ik een hoop en kijk ik waar het kan een hoop terug. De samenvattingen natuurlijk vooral. Precies. Ja, ja, okay. Ja. Nou, Wessel, hartstikke fijn dat je aan wilde schuiven. Want je bent pas op het laatst aangeschoven. Ja. Maar het was een beetje moeilijk om een vertegenwoordiger van IJsselmeervogels te vinden. Ja, daarom doen we ook een oproep aan de kijkers. Van, wil je een keer aanschuiven om hier ook lekker mee te praten? Op een lekker laag niveau, gewoon lekker praten over voetbal. Dan nodig je van harte uit om contact op te nemen met ons. Dat kan altijd via ons e-mailadres. En dat zal zeker onder aan het scherm verschijnen. Of anders via Instagram en via Twitter. Of X, moet ik tegenwoordig zeggen. Nou, onze meest belangrijke gast, niet om de anderen tekort te doen. Maar in het midden zit Kilian van Mil. Dat klopt. Ja, ik had even wat moeite met de L'en en de I's en de twee L'en hier en met de e-mail. Nou. Maar het is allemaal goed gekomen. Kilian van Mil met twee L'en in het midden en één L'en aan het eind. Klopt. Je bent nieuw hier in het dorp. Zeker. En dat is een hele overstap van Katwijk naar Denemarken. Denemarken en na een half jaar weer terug. Op de Nederlandse velden inderdaad. Op de Nederlandse velden. Nou, ja, dan heb je wel wat te vertellen hoe dat allemaal gekomen is. Ja, natuurlijk 3 jaar bij Katwijk gespeeld. Het eerste jaar corona. Ja. Daarna twee verschrikkelijke mooie jaren gehad. Natuurlijk 2 keer kampioen geweest. Ja. En toen via een zaakwaarnemer kreeg ik de kans om in Denemarken te voetballen. En hij wist, voor mij was het altijd een ambitie geweest om ooit nog een keer terug te keren op het betaald voetbalniveau. Ja. Keuze gemaakt om naar Scandinavië te gaan en ook echt gezien dat het daar Scandinavisch voetbal was. Het was een verschrikkelijke mooie stad, weet je, Kopenhagen. Het plaatje eromheen. Het was een grote club voorheen vroeger. En 9 keer kampioen geweest uit mijn hoofd van Denemarken. En in die Groothuizen waar ik vroeger mee bij Den Haag heb gespeeld, die kende ik en die speelde daar natuurlijk al. En die vertelde mij wat de plannen waren. En de eigenaar vertelde wat de plannen waren. En Indy vertelde mij wat voor club het was. En wat de ambities waren, dus ja, dat sprak mij gewoon zo erg aan en ja, daarheen gegaan en 2 jaar contract getekend en toen zag ik na 6 maanden eigenlijk dat het niet mijn voetbal was en dat ik daar eigenlijk toch wel, weet je, dat vertelde ik jou ook vooraf. Soms heb je als speler wel minimaal een jaar nodig om te wennen aan, weet je, een nieuwe omgeving, nieuwe soort mensen, een nieuw soort voetbal en, maar ja, ik... Waar is het verschil met voetbal dan nu zo met wat jij eigenlijk... Ja. Wenst die? Kijk, als je in Nederland kijkt, bijvoorbeeld bij Katwijk speelden wij of bij Aardewijk speelden gewoon echt positiespel over de grond. En ja, in Denemarken was het gewoon, de keeper speelde de centrale in en die leek wel of hij een vuurpijl op zijn schoen had. Die bal ging gelijk
Naar de spits toe. Dan wordt het vechtvoetbal. Ja, en dan wordt het gewoon vechten en... dat is niet mijn wie de sterkste is om de bal te veroveren. Ik vind het niet erg om te vechten, maar dat soort voetbal liever niet, zeg maar. Nee. Dus en eigenlijk altijd goed contact gehad met Achie en met Niek. Achie is dus Azuti. Azuti, ja. Niek van Twillet, de TC van Spakenburg. Ik ben toen in de zomer met Achie, zijn wij een wedstrijd wezen kijken van IJsselmeervogels tegen Hercules. Voor de na-competitie. Dat was een mooie wedstrijd voor de Blauwe inderdaad, ja. En toen stonden wij met Niek en Hugo en eigenlijk altijd goed contact gehad. En ik kende Niek al natuurlijk voorheen, omdat we natuurlijk vaak tegen Spakenburg gespeeld hebben. En toen hebben we elkaars nummer uitgewisseld en eigenlijk altijd contact gehouden. En toen, denk na 2-3 maanden stuurde die in één keer bericht van joh... hoe is het in het koude land daar en heb je het nog naar je zin en dit en dat. En toen begon het eigenlijk al een beetje te kriebelen bij mij. En toen Achie, die belde en ik 3-4 keer in de week belden we elkaar en hij vertelde hoe het hier was. En het, op een gegeven moment begon het natuurlijk hartstikke goed te lopen en nou, bij mij wat minder daar. Dus ja, daar gaat het allemaal, het balletje gaat snel rollen zeg maar dan. Ja, ja en zodoende zit ik hier. Staat nu. Staat het los van de komst van Groothuizen? Naar Spakenburg toe, de keeper die aan het einde van het seizoen komt. Heeft dat ook geholpen dat hij dat nou ja, weet je, ik wist natuurlijk, ik tekende hier zo en ik wist dat dat dame nog niet zeker was of hij verder ging of niet. En toen, dat wist je toen al, ja. Ja, dat wist ik toen al, want zij zouden op het trainingskamp zouden zij gaan zitten met dame en de knoop doorhakken of hij zou verlengen of niet. Nou ja, en ik heb toen gezegd van joh, bij mij zit Indy Groothuizen nog in Denemarken en die kende zij al. En die probeerde zij een paar jaar geleden al naar Spakenburg te halen. Maar ja, toen keepte hij nog natuurlijk op het hoogste niveau in Denemarken. Uit mijn hoofd, als het goed is, of in de Eredivisie. Ja, ja. En dus toen heb hij natuurlijk gezegd van ja, daar liggen mijn ambities voor nu nog niet. En toen weet ik wist natuurlijk dat hij ook weg wou uit Denemarken. Want zijn contract liep ook af. Nou en dame liep af, dus ik heb gewoon het balletje bij de TC neergelegd. En ik heb gezegd van joh, hij is bereid om te komen. En de bal ligt bij jullie en jullie moeten het zelf maar kijken of jullie eruit komen en of hij ook daadwerkelijk wil komen. Dus ik heb zijn telefoonnummer gegeven en zodoende... Nou, die hebben ze heel snel ingehandeld, ja. Dat is wel duidelijk, want het was nog maar net bekend en toen werd er al een contract gesloten. En toen was al bekend dat hij zou komen met het einde van het seizoen. Nee, maar dat is wel bij Spakenburg, weet je. Spakenburg is wel ook een club, volgens mij, die gaat niet 2-3 weken wachten. Nee. Die willen gewoon boten bij de vis. En die zeggen, ik heb ook tegen Indy gezegd, ik zeg, weet je, je moet ook niet te lang hun laten wachten. Want ze schakelen gewoon door, want je ziet wie ze allemaal halen en wat er allemaal mogelijk is. Dus zij gaan ook niet stilzitten en dame is gewoon een topkeeper en daar willen ze ook gewoon een topkeeper voor terug kunnen halen. En ik heb ook tegen hem gezegd, je zou ook aan de bak moeten. Ja, want ze hebben nou een andere keeper. Heus. Ja, Menno Heus zit er natuurlijk, Menno, ja, weet je. In die invalbeurt hij, voor de vervanging van dame toen die geblesseerd was, nou heeft hij goed gekiept. Prima geacteerd en ook in de beker heeft hij ook gekiept, ja. Dus ja. Ja, ik heb dat natuurlijk allemaal niet gezien. Nee, maar goed, dat is aan de trainer en dat is niet aan... Hoe ik hem nu ervaar in de, wat zal het zijn, 1 maand die ik hier nu ben. Hoe ik hem zie op trainingskamp en zie ik wel dat het gewoon een verschrikkelijke goede keeper is ook. En een goede jongen qua persoonlijkheid ook. Zeker. Dus weet je, dat is ook belangrijk, vind ik, om in de groep te... Ja, absoluut, weet je. Dus ik heb ook tegen Indy gezegd van, weet je, je kan wel binnenkomen met dat je het hoogste niveau in Denemarken hebt gekiept en... En dat soort dingen, maar je zou aan de bak moeten en dat zie je bij mijzelf ook. Ja, weet je? Ik moet zelf ook aan de bak. Ja. Dus. Ja, je moet zelf ook aan de bak, want de bezetting is natuurlijk zeker. Het is fors, maar ja, weet je, ja. Dat weet je als je bij een club als Spakenburg gaat spelen of waar dan ook, bij de clubs die bovenin meespelen. Ja, daar die kunnen gewoon, alleen maar bovenin meespelen. Als je bovenin wil meespelen, moet je concurrentie hebben en dan moet je gewoon dubbele bezetting hebben. Ja. Als je mee wil spelen voor de prijs, je hebt het bij ons gezien bij Katwijk. Je had mij, je had Tim Freeriks, je had Mengerink, je had El Azouti. Je had nog een paar andere jongens, je had Suleiman, je had nog een paar jongens die erbij zaten, weet je. Dan hadden we zelfs nog meer jongens. Ja. Nou ja, weet je, en daardoor word je wel medekampioen. Ja. Je wordt uitgedaagd om het beste uit jezelf te halen en niet te verzaken. Ja, absoluut, weet je. Maar ook voor de jongens die ook... wel starten. Ja. Die weten wel van, hé, we moeten wel aan de bak, want als ze niet presteren, dan
zijn ze misschien de volgende die misschien op de bank belanden of wat anders? Ja, de keuze is natuurlijk aan de trainer. Absoluut, en belangrijk dat, ik las ook een interview met Van der Linden, dat een hele belangrijke rol ligt natuurlijk voor die aanvoerders om het de groepsdynamiek zeg maar goed te houden. En daar werk je natuurlijk met z'n allen aan. Ook als je een keer teleurgesteld bent, dan moet je elkaar toch scherp houden. Ik zeg altijd dat het heel belangrijk is om ook de bank in ere te houden. Ook als je een keer een feestje gaat vieren aan de overkant. Dat ze er wel bij zijn. Maar voor mij is het signaal dat als er een doelpunt gescoord dat de hele bank opkomt om dat te vieren met elkaar. Dan zit het volgens mij gewoon goed. Want dan is het teambelang natuurlijk het belangrijkste. Dat geldt natuurlijk voor IJsselmeer volgens ook. Daar lopen ook het een en ander voor in met een dubbele bezetting. Ja. Maar het kan ook anders lopen, heb ik begrepen. Want een dubbele bezetting leidt er ook soms toe dat spelers weggaan. Dat leidt er ook, ja, dat is natuurlijk wel inherent. Op bepaalde momenten gaat het om andere redenen. Ja, Maar voorin gaat het ondertussen gaat het goed, want de spitsen die beginnen met scoren. Ja, en de afgelopen 2 weken, dus dat gaat lekker. En vooral Danny van der Meijerijker. Dat hij weer terug is een genoeg. Terug. Maar dan gaan we het zeker vast. Daar gaan we het zo weer over hebben. Even over Danny van der Meijerijker, die ken je vast wel. Ja, natuurlijk een paar keer tegen gespeeld, er wel eens een paar keer gesproken, maar het is niet dat ik hem goed ken of zo. Nee, maar goed. Ik weet verhalen van Achie en weet je, natuurlijk, het is een grote naam in de tweede divisie. Absoluut. Dus ja, natuurlijk weet je wie het is. Ja, daar kun je rekening mee houden met als verdediger. Dat heeft hij afgelopen wedstrijd weer laten zien. Ja, goed. Je hoeft er maar een half uur te voetballen natuurlijk. Je was niet eens moe natuurlijk. Nee, het scheelt ook weer. Absoluut. Ik wil niet afdoen aan zijn prestaties hoor, maar toch wel een klein beetje. Gaan we naar Timin. Ja. Nou, jij bent... ik heb je geïntroduceerd als ex-voetballer bij de Blauwe. Ja, daar heb ik ook gevoetbald, ja. Oh, nou, dan ben je gerust vooruit komen. Jawel. En ik heb er een hele poos ook getraind, hè. Ja, ik heb er zeker 15 jaar getraind. Ja. Ja. En daarna ben je bij Eemdijk terechtgekomen. Ja, dat kwam een klein beetje door een vriend van me, van Menno, de voorzitter van Eemdijk. Ja. Die vroeg aan mij, wil je niet komen trainen en zo'n toestanden. En nou ontvang ik een klein beetje het bestuur en de scheidsrechter ontvang ik. Ja. Ik ben eigenlijk een klein beetje gastheer. Ja. En je bent ook fanatiek supporter? Nou, fanatiek. Thuiswedstrijden, uitwedstrijden ga ik nooit mee. Uitwedstrijden ga ik niet mee. Nee. Maar goed, je leeft lekker mee. Ja, tuurlijk. Het is een mooi ploegie. Lange introductie en nou, dat is ook op zich niet verkeerd. En we gaan daarom snel naar het eerste onderdeel van het programma en dat is de aftrap. En in de aftrap krijgen de gasten de gelegenheid om iets bijzonders van het afgelopen weekend of van de afgelopen week naar voren te brengen. En dat kan op allerlei gebieden zijn. Ik begin gewoon weer bij Wessel. Nou ja, ik pak even iets negatiefs, ondanks de grote overwinning van IJsselmeervogels. Zijn er wel 3 spelers weggegaan. Ja. Robin Eindhoven, Wessel Boer en Morgan. Alex Morgan uit mijn hoofd. Die vertrekken allemaal. Naar wat akkefietjes. Ja. Dat zijn niet hele kleine akkefietjes als je de geruchten moet geloven. Ja. Morgan gaat dan weg omdat hij dan te weinig speelt. Ja. Dus dat is maar net wat je er zelf van vindt. Dat vind ik een beetje een rare beslissing halverwege het seizoen. Maar ja, dat is een persoonlijke mening. Ja, dat is ook met Leeflang. Ja, ja. En Anan, ja, die ging, ook weggegaan zijn. Maar ik heb begrepen dat dat ook in overeenstemming is met de TC om te realiseren dat de jongens weinig speelminuten zouden kunnen krijgen. Ja. En dan zou het beter zijn voor een ontwikkeling, bijvoorbeeld voor die Anan, om naar Spartanijkerk toe te gaan. Leeflang weet ik uit mijn hoofd niet waar die naartoe gaat. Nee, maar die speelde niet zoveel. Die speelde maar 60 of 69 minuten, heb ik begrepen. Ja. En dan Morgan, die is zijn plekje kwijtgeraakt aan Gerben van de groep. Die begon goed, zakte wat weg. Ja. Maar voor mijn gevoel ging hij na de winterstop, kreeg hij toch steeds wel weer zijn invalbeurtjes. En ook net voor de winterstop ging hij net wat meer invallen. Maakte hij langzaam wel weer zijn minuten. Dus ik had hem niet helemaal zien aankomen. En nou, Robin Eindhoven en Wessel Boer zie je ook niet aankomen. Ja, je hoort wel eens wat, maar dan denk je van, nou, dat zal niet. Nee. Maar dan blijkt dat toch waar. Wat ik niet begrijp, hè? Eindhoven hebben ze gehaald bij Spakenburg gedaan. Ja. Spakenburg, die was, nou, blij wil ik niet zeggen, maar ze vonden het best dat hij wegging. Ja. En hij komt zo in de selectie bij, ik kan dat niet begrijpen, hoor. Moet je dat hij op de bank... Nee, dat hij bij IJsselmeer wil gaan voetballen.
Die dacht daar, de technische commissie had daar denk ik wel een fout in gemaakt. Want kijk, hij was eigenlijk uitgegarandeerd bij Spakenburg. Ja, maar dat is Spakenburg is nu koploper in de tweede divisie. En IJsselmeer volgens degradeert. Ja. Onder andere omdat het probleem was dat ze weinig doelpunten maken. Hm. Dus dan moet je ook weer wat nieuws proberen. En dan is Robin Eindhoven misschien wel helemaal niet zo'n gekke keuze. Hele lange spits. Dus, hij heeft veel gespeeld, denk ik, hè? Nou, dat valt dan wel weer mee. Maar ik denk wat hij aangeeft, weet je, Vogels degradeert. Dus volgens mij de TC die er zat, heeft ook een beetje rare dingen gedaan. Die er ja, dat denk ik ook gehoord. En, wat dan niet... gaat maar, doen ze maar wat om... Dus ja, kan je zelf aantrekken. Wat ik begrepen heb, Kilian, is dat ze naar een 4-4-2 systeem gingen. En dan dus dat ze twee, die Kruijman en die... Afrika. Afrika, nee, ja. Ja, maar die, ook die Eindhoven als snelle spelers. Dus met die ruimte die ze waarschijnlijk naar de achterdan konden creëren en steekballen. Dat ze vrij konden krijgen en gebruik maken konden van de snelheid. Daar hebben ze hem eigenlijk volgens mij toen voor gehaald. Alleen hij heeft vanaf het begin eigenlijk niet zijn niveau kunnen halen. Hm. Ook vanwege het feit dat hij toch vaak in kansrijke positie die doelpunten niet afmaakt. Hm. Maar dat geldt ook voor een Kruijman en dat geldt ook voor een Afrikaer. Hm. Hij maakt soms weergeloze doelpunten vanuit allerlei gekke hoekie vandaan. Maar hij komt in een tegen een situatie en dan verprutst hij die bal. Hm. Kijk, en Danny van de Meijerijker, om daar nog even op terug te komen, die is wel gehaald omdat ze verwachten van hem dat hij veel meer scorend vermogen heeft. Nou, een goalgetter. Een goalgetter, ja. Een echte spits. Ja. En een jongen die andere spelers op de donder kan geven. En die kan dus de assist geven. Dat was een voorbeeld van een wedstrijd tegen van Quick Boys. In een of andere wedstrijd. Won die wedstrijd met 1-0. Maar het was eigenlijk hij stond met zijn rug naar de goal van de tegenstander. En die kreeg die bal aangespeeld en die paste meteen diep. Tussen twee verdedigers door, in de loop van een andere speler. Ik weet niet tegen wie dat was. Maar die winnen ze met 1-0. Nou, dat werd breed uitgemeten. Dus je kan ook die paas geven, dat is heel belangrijk. Dan hopen we wel alleen dat één zwaluw natuurlijk geen lente maakt. Of hoe noemen ze dat? Ja, dat is zoiets. Iets in die richting. Iets in die richting. Ja. Maar dan moet hij natuurlijk wel blijven laten zien. Ja, nou inderdaad. Maar ik denk dat wel goed komt. Ja. Danny van der Meijerijker is een echte spits. En wanneer de bal eenmaal één keer in het netje is gevallen, zal de tweede komen. Nou, die is ook al geweest. En dan, ik denk dat dat wel lekker doorrolt richting eind van de sessie. Maar ik denk dat het ook een hele goede leider is voor het elftal. Dat hebben ze nodig. Ja, want ze hebben nu niet echt een vaste aanvoerder. Dus wat mij betreft, bandje weer naar Danny. Ja, maar hij kan ook spelers op de sodomieter geven in de rust en in het veld ook. Ja, en terecht, want hij heeft wel de naam en de status. Maar dat is goed. Ja. Ik heb begrepen van een ex-voetballer van IJsselmeerwolves, helemaal uit het verleden, dat hij namelijk verwijt had voor IJsselmeerwolves dat het allemaal te lieve jongens waren. Hm. En je moet dus ook een soort, laat ik het netjes uitdrukken, een klootzak in je team hebben. Ja. Heeft Spakenburg die ook? Iemand die een beetje nerg, soms ook wel een klein beetje gemeen kan doen? Ja, weet je... Ik zeg altijd, je moet niet 10 klootzakken hebben, maar je moet ook niet 10 ideale schoonzoners hebben, weet je, want dat werkt ook niet. En daar moet je gewoon een combinatie van hebben, weet je. Kijk, bij ons, je hebt El Azouti, die trekt zijn mond wel open en die zegt er wat van. Je hebt een Veenhoven, je hebt mij dan nu erbij, weet je. Kijk, maar we zijn wel jongens met respect ook, weet je. Ja. Wat je aangeeft, weet je, kijk, voetbal is gewoon hard en je moet gewoon af en toe tegen wat kunnen, maar ook gewoon durven zeggen, weet je. En, kijk, en dat is nu het verschil wat er gebeurt bij Spakenburg, denk ik. Als je ziet vorig jaar, zoveel nieuwe jongens hebben ze niet, weet je. Er zit een El Azouti nu die erin staat en een Suleiman. Ja. Van Huffel die dan nu geblesseerd is, maar voor de rest is eigenlijk alles hetzelfde. En er zit daar nu een of andere dynamiek en ik ervaar het nu zelf. En dit gaat gewoon als een trein, weet je. Jongens zijn op elkaar ingespeeld en ze coachen elkaar en ze nemen het ook van elkaar aan, weet je. Dus dat is ook mooi om te zien. Kijk, ik kom natuurlijk binnen in de winter, maar als je ziet wat daar gebeurd is in de eerste 6 maanden, is daar een hoop gebeurd, denk ik. En dan zal zo'n Achie onder andere wel zijn aandeel in, niet alleen in zijn goals, weet je, niet alleen binnen het veld, maar ook buiten het veld, denk ik, om jongens
te zeggen van, weet je wel, hoe het werkt bij een kampioensploeg en wat je moet doen en hoe je moet presteren en dat soort dingen, weet je. En dat zijn ook belangrijke dingen. Je zou als weg dat Chris en Jorg bijna niks hoeven te zeggen. Ja, ja, in principe niet, weet je. Kijk, dat zijn ook die groepsdynamiek is natuurlijk. Ja. Ja. Nee, maar ook met Chris en Jorg, weet je, zijn ook allebei hartstikke jong nog en dat klikt ook hartstikke goed met de groep, weet je. Kijk, ik heb andere trainers meegemaakt dan, ja, weet je, dan moet je ja en amen zeggen. En, ja. Dan is het anders, maar bij Chris en Jorg is dat, weet je, tuurlijk, ze verwachten wel een respect en dat is ook normaal voor een trainer, ja, maar dat, snap ik. Weet je, je kan ook andere dingen tegen hun zeggen, weet je. Ja, en, ja. Nou, ik moet wel zeggen, of dat soort dingen, weet je, ja. En dat klikt wel goed. Ja. Ah, ik moet wel zeggen, Chris is ook natuurlijk een goede trainer, maar hij heeft een hele goede steun aan Jorg, want hij is ook geen domme jongen. Dat zou ik je wel vertellen. Nou ja, wat ik zeg, weet je, kijk, ik zit er nu pas een maand, dus ik kan er nog niet over oordelen. Nee, maar het is geen domme jongen, hoor. Kijk, ja, weet je, kijk, natuurlijk draait het nu goed en dan is het allemaal maar goed en, ja. Weet je, en dan krijgt hij alle love en, ja, en dat weet je, natuurlijk is dat zo, maar kijk, ik weet niet hoe het gaat als het dadelijk bij Spakenburg wat minder gaat of, ja, dat hoop ik natuurlijk niet, maar ik heb verhalen gehoord dat het dan ook de andere keer zijn. We zijn kritisch, hoor. Met oog op de dynamiek en naar volgend seizoen. Zijn er nu nog heel veel spelers die nog bij moeten tekenen of is alles al redelijk? Volgens mij is de enige zijn ze nog bezig met Artien. Ja. Voor de rest is volgens mij iedereen is zo goed als... Dame gaat weg. Dame gaat weg, dan maar hebben ze dan natuurlijk in die Groothuizen voor teruggehaald. Nou, je hebt dan Menno Heus en voor de rest is Van Beelen hebben ze natuurlijk al eerder gehaald van ADO 20. Van ADO 20, ja. Is er al iets bekend over het contract van Tien? Is die al... Ik weet niet hoe dat loopt, dat moet je niet aan mij vragen. Ik ben niet degene die de contractonderhandelingen doet. Ik ben er gehaald om goals te maken en... maar acties te doen, dus... Nou, moeten we een oproep doen aan Tien dat hij moet tekenen? Of, dat is zijn een groot spandoek. We kunnen natuurlijk weer een spandoek maken. Een soort spandoek als bij Koos of zo. Ja. Kijk, Maar goed, om Tien even te noemen, dat is natuurlijk, die heeft, vind ik persoonlijk, en er zijn er meer, echt heel goed ontwikkeld bij Spakenburg. Nou ja, kijk, ik heb natuurlijk vaak tegen hem gespeeld en bij mij is hij nooit zo opgevallen. En ik dacht altijd van, oké spelen, maar nu ik hem eigenlijk vaker zie en dan denk ik toch wel, doet hij mij toch wel verbazen van wat hij toch eigenlijk kan, weet je. Snel, sterk, aan de bal ook nog prima, zal nog wel ruimte voor verbetering. Maar ja, weet je, zo heb iedereen wel dat hij wat kan verbeteren. Maar toch, wat ik zeg, ja, het is een goede jongen om erbij te hebben. En, als je hem ziet tegen Scheveningen spelen, ja, dat is het gewoon een monster achterin. Ja, geweldig. Weet je, die jongen is, als hij op snelheid is, is hij bijna net zo snel als ik. En, hij is even 20 kilo zwaarder als ik, dus het is ook nog moeilijk om van hem een duel te winnen. Weet je. Dus ja, weet je, en dan het is goed om zo'n... Het lichaam dat hij daar gebruikt. Het is goed om zo'n jongen erbij te houden, weet je. Ja, absoluut, daar ben ik het helemaal mee eens. Even over die wissel, er zijn dus twee nieuwe spelers bij gekomen. Dat is Alexander Bielica. Fantastische speler. Hij heeft ook zijn eerste doelpunt gemaakt. Ja, ja. Een prachtig doelpunt, vond ik trouwens. Ja. Ik weet niet of we die kunnen laten zien op het scherm. Volgens mij wel. Volgens mij wel. Nou, een prachtige steekbal tussendoor. Dat is ook voetbalfinesse. Typisch Afrikaan, hè? Ja, typisch Afrikaan. Steekballetje ertussendoor. Nou, die jongen die staat dus ook echt helemaal vrij. Ja, of er staat niemand bij hem in de buurt. Ja, maar goed, hij loopt hem bijna. Ja, de spits loopt niet mee terug tot aan de 16. Nee. Dat zou Kilian ook niet doen. Nou ja, weet je, op een gegeven moment... kijk, ik ben geen spits natuurlijk, maar... Nee, maar spits hoef je natuurlijk nooit zo ver te zakken. Kijk, als buitenspeler moet je soms wel eens achter je bek aan. Maar ja, ik denk niet dat veel mensen verwachten dat hij in centrale verdediger even zo'n weergaloze goal maakt. Die zullen vaker denken van, joh, bal aannemen en door proberen te voetballen. Maar hij schiet hem verschrikkelijk goed binnen. En een belangrijke goal ook, want volgens mij is het de 0-1. En het was de 0-1, ja. Je ziet, daarna gaan ze gelijk... ik heb even die samenvatting gezien die je stuurt. En daarna begint de motor te draaien daar, zeg maar. Ja, daarvoor hadden ze al mega veel kansen met ballen. Ja, maar soms heb je zoiets nodig om de wedstrijd open te breken, weet je. Kijk, als het lang 0-0 blijft, gaan vaak ploegen wachten en hangen en... Wordt het lastig en hij breekt zo de wedstrijd open en dan zie je dat... Dat zagen jullie tegen Scheveningen. Ik vond trouwens dat ook tegen HFC, dat ze, ondanks dat ze wel zo nu naar wat druk zetten, maar dat jullie gewoon eigenlijk ook tegen 5-4, 5-3, twee mensen aanliepen op hun eigen 16. Maar jouw aftrap is duidelijk.
Ja, er zijn er 5 weg, er zijn er 2 voor teruggekomen. En ik heb begrepen dat de TC van IJsselmeervogels dat absoluut ziet als een versterking. En ik denk dat dat wel duidelijk is met Bielica en Van der Meijrakker. Kilian, jouw aftrap. Mijn aftrap, nou, dan blijf ik bij ons in de competitie. Ik kijk eigenlijk weinig voor de rest voetbal, het buitenlandse voetbal of dat soort dingen. Ik lees wel het nieuws, maar wat mij opviel dit weekend was mijn oude club Katwijk. Ja. Die 0-1 wonnen bij Noordwijk uit mijn maatje Deskunst die de goal maakte. Ik had toch gehoopt dat ze misschien wat punten zouden laten liggen. Want ik weet uit ervaring Noordwijk uit. Altijd de klote wedstrijd. Ik weet niet wat die Noordwijk altijd heeft tegen Katwijk. Maar ik heb daar nog nooit gewonnen. Nou, volgens mij is het 23 jaar geleden dat ze daar voor het laatst gewonnen hebben. Ik zag toevallig voorbij komen dat Suzanne nog nooit in zijn hele carrière uit heeft gewonnen bij Noordwijk. En dat zijn eerste keer was. Dus ja, dat was voor mij mijn aftrap dit weekend. Ja, dat is wel heel bijzonder. Trouwens, staan nog 12 punten achter op Spakenburg. Ja. Volgens mij hebben ze nog een inhaalwedstrijd. Maar Spakenburg heeft natuurlijk ook nog een inhaalwedstrijd. Ja, of Katwijk heeft er dan ook nog 2. Volgens mij moet Katwijk dan uit mijn hoofd nog 2 inhalen. Ja, ze hebben er nog 1. Dus sowieso op 9 punten. En Spakenburg nog 1 tegen Rijnsburg. Ja. Spakenburg moet nog een keer tegen Rijnsburg. Klopt. Maar Katwijk die doet nog steeds mee om de hoogste plaatsen in de tweede divisie zeker niet te onderschatten. Nee, absoluut niet. Weet je, je ziet het daar. Weet je, daar is het altijd een goede structuur ook. Ja. En met de goede trainer die er nu zit. En weet je, die geeft nooit op. En natuurlijk met Suzanne ook, weet je, wat minder gespeeld. Maar ook een hele belangrijke persoon in de kleedkamer en buiten het veld. En die jongens scherp maakt. En, weet je, hij zat zaterdag ook wissel en dan speelt hij dat laatste kwartier, half uur, als het goed is, uit mijn hoofd. Ja. Ja, maar ik weet hoe die is, weet je, voor de wedstrijd komt hij naar je toe, weet je, zet hij op scherp en dat doet hij bij al die jongens. Dus ja, weet je, die moet je echt nog niet afschrijven. Nee. En gelukkig krijgen wij ze thuis, dus dat is wel gunstig voor ons. Uit was het een heel verdiende overwinning, toen kwam Katwijk er niet aan. Ja, maar ja, toch, weet je, ook natuurlijk een hoop nieuwe jongens. Helemaal nieuwe jongens. 4 aanvallers ingeleverd en... weet je? Maar ja, dat is bij Katwijk, als dat eenmaal draait, dan draait het ook als een geoliede machine. Je ziet het nu ook alweer zoveel wedstrijden op rij. Ja, zeker, zeker. We hebben hele spannende potjes. Dus, hebben we het net over gehad. Wie weet kun je van waarde zijn tegen Katwijk. Ik hoop het wel. Ben je extra gedreven? Absoluut. Timmy? Ik heb Yannick Bouw, vind ik ontzettend... ik vind het niet leuk wat hij heeft gedaan. Hij heeft eerst een 2-jarig contract getekend bij Eemdijk. En dan kan hij een paar centjes meer beuren, denk ik, en dan gaat hij naar DWS 33. Ik vind het niet leuk van hem. Het is niet de eerste keer natuurlijk, hè? Nee, het is de tweede keer al. Hij is ook een keer naar VVSB gegaan. Ja. Maar ik vind het, dat vind ik frappant. Ik vind het een aderlating voor Eemdijk. Ja, vind ik ook. En ik vraag me af of je qua sportieve prestaties, of je dan beter thuis bent bij DWS 11. Of hier bij Eemdijk in een voetbaldorp, waarbij het duidelijk is dat als Spakenburg uitvoetbalt, dan gaan er heel veel Spakenburgers bij Eemdijk kijken. En voetbalt IJsselmeervogels uit, dan gaan er heel veel van de IJsselmeervogels die gaan bij Eemdijk kijken. Ja. Omdat ze van beide clubs Eemdijk altijd een heel warm hart toedragen. Ja. Ondanks het feit dat sommigen vinden dat ze... best wel heel veel spelers uit de tweede, beloftevolle spelers uit de tweede, naar Eemdijk halen. Waardoor het tweede verzwakt wordt. En dus op een wat lager niveau mogelijk kan komen te spelen. Dus dat vinden sommigen wel vervelend. Maar de meeste mensen hebben daar helemaal geen oog op. Maar Yannick Bouw, een geweldige spits. Nou, geweldig. Ja, goed, vorig jaar heeft hij er voldoende ingeschoven. Ja. Sterk houden van Eemdijk, denk ik. Ja. Sterk houden van Eemdijk, nu. Ja. Nou, keeper is nog geblesseerd, eerste keeper? Ja. Wouter die is waarschijnlijk tot einde... Komt het hele seizoen niet in. Komt de hele seizoen niet terug. Maar ik vind het niet leuk van Yannick. Nee. Hij een maand geleden heeft hij getekend voor 2 jaar. En dan kan hij een klein beetje meer geld beuren. En dan gaat hij met Sparta Nijkerk zitten praten en met DWS. Nou ja, je weet, DWS heeft ook al een klein beetje geld. Maar ik vind het niet leuk. Hij is altijd goed behandeld bij ons. Ja. En dan op zo'n manier weggaan, dat vind ik erg. Maar goed, wij gaan de aftrap afsluiten. Ja. En we gaan daarom snel door naar de inswinger. En de inswinger is van Tijmen Beekhuis. En die blikt in die inswinger weer terug op
het afgelopen weekend en de afgelopen week. Dinsdag 23 januari. Een behoorlijke aderlating voor Eemdijk, want ondanks dat Yannick Bouw in december 23 zijn verbintenis met de Groen-Witte verlengde, verkast hij komend seizoen naar het Ermeloze DVS 33. Zij waren bereid om de afkoopsom in het contract van Bouw te betalen om zo de veelscorende spits binnen te hengelen. Bij IJsselmeervogels levert Lucas Leverland zijn contract in en vertrekt per direct. Waarheen is onbekend. Vanaf nu gaat Lucas door het leven met de achternaam In Leverland. Donderdag 25 januari. De afgelaste wedstrijd Rijnsburgse Boys-Spakenburg wordt niet op zaterdag 10 februari ingehaald, maar op zaterdag 9 maart. Op 10 februari namelijk zat ook de Katwijkse derby Katwijk Quick Boys op het programma en de burgemeester van Katwijk vond zoveel heethoofdjes gelijktijdig in zijn gemeente niet echt verstandig en voorkwam daarmee voor zichzelf een hartverzakking. Vrijdag 26 januari. Bo van Essen keert terug naar Tech Tiel. Met veel bombardie werd de aanvaller afgelopen zomer uit de klauwen van Kozakken Boys naar Spakenburg gehaald nadat hij in een eerder stadium in Werkendam een overeenkomst had bereikt. Trouwens, het regent contractopzeggingen deze week, want IJsselmeervogels heeft de verbintenis met André Morgan ontbonden. De van de koninklijke overgenomen verdediger stapte na een half jaar vogels over naar Rijnsburgse Boys. Vorige week meldde ik hier dat Wessel Boer nog geen 3 maanden geleden zijn contract had verlengd, maar toch eieren voor zijn geld koos om tussentijds over te stappen naar de koninklijke. Van Jaap-Jan de Graaf, bestuurslid technische zaken van de vogels, kreeg ik een appje dat dat niet 3 maanden geleden was, maar 1 jaar en 3 maanden. Oei, foutje. Maar geheel in de traditie van Wessel Boer zat ik er eens een keer een jaartje naast. Zaterdag 27 januari. Het is Eemdijk niet gelukt om de eerste 3 punten van het kalenderjaar 2024 bij te schrijven. In en tegen Volendam ging men met 1-0 ten onder. Ten opzichte van het bekertreffen een paar maanden geleden een hele verbetering, want toen verloor men eklatant met 5-0. De nederlaag was onnodig, want Eemdijk kreeg voldoende mogelijkheden om tot scoren te komen. Maar ja, dit is inherent aan de situatie waar Eemdijk zich nu in bevindt. Zaterdag komt Genemuiden op bezoek en zullen de punten op de vinken nu echt wel gepakt moeten gaan worden. Danny van der Meijrakke bleef de zaterdag in Noordwijkerhout een droomdebuut voor IJsselmeervogels. Als invaller maakte hij er zelfs 2 in het met 2-6 gewonnen duel tegen VVSB. Dat is oprecht een knappe prestatie, want VVSB won een week eerder tegen Eemdijk, waarbij ze in de tweede helft een prima indruk achterlieten. Met deze winst is IJsselmeervogels weer koploper in de derde divisie A, al heeft Arkemaarse Boys nog wel 2 wedstrijden te goed. De andere concurrenten, Sparta Nijkerk en Genemuiden, morsten punten. Volendam, 1-0 winst dus op Eemdijk, meldt zich ook serieus voor de koppositie. Tot slot Spakenburg. Het won thuis met 2-1 van de Koninklijke HFC. Ondanks het aanwezige krachtsverschil bleef het tot de laatste minuut spannend. Niet dat de Haarlemmers veel kansen kregen op de gelijkmaker. Spakenburg had de wedstrijd al lang en breed in de slot moeten gooien. Voor de wedstrijd werden Floris van der Linden en Wimilio Vink gehuldigd omdat ze beide 100 duels voor Spakenburg 1 hebben gespeeld. Daarnaast werd van der Linden door de KNVB, in de persoon van Timo Racing, onderscheiden als topscorer van het KNVB bekertoernooi seizoen 22-23. Dankzij deze overwinning blijven de Blauwen op ramkoers en behouden ze de behoorlijk grote voorsprong op de ranglijst. Met AFC uit, Katwijk thuis op het programma, kan bij 2 keer winst de competitie wellicht vroegtijdig worden beslist. Dat is uiteraard makkelijker gezegd dan gedaan. Maar alleen het vooruitzicht al, met deze 2 krakers in het verschiet, is om van te watertanden. Nou, dat was de inswinger. En we gaan daarom snel door over naar het tribuneblik. Nou, we beginnen met de eerste wedstrijd. Dat is altijd de thuiswedstrijd. Dat is die van Spakenburg. Jij hebt op de bank gezeten. Hoe analyseer je die wedstrijd? Ja, nou ja, je komt volgens mij binnen, wat is het? 50 seconden of zo, 1 minuut. Ja, 1 minuut zoveel. Sta je 1-0 achter. Ik moet zeggen, ja, weet je, wij staan niet goed. En we hadden afgesproken hoe we druk zouden zetten en dat doen we niet. En ja. Ik moet zeggen, zij hebben een aanval uit het boekje. Zij gaan van rechtsback naar linksback. Ja, ja. Deze vaker, hè? En van linksback naar linksbuiten en die geeft een cross. Ja. En die jongen trekt hem goed voor en hij maakt hem goed af. Ja, en aanval uit het boekje en ze maken snel 0-1. Ja. Wil je nog even terugkijken? Dan kunnen we hem even goed zien. Want de trainer gaf in het interview ook aan Kilian dat er tot 6 keer of 7 keer wel toe een paas van rechts naar links ging. Ja. En dat was, en dat vond ik ook veel ruimte. Ja.
Nee, maar je ziet het hier niet op beeld, maar het begint al bij, het begin van de keeper. Ja. En ze spelen de rechtsback of de rechtscentrale laag in. En daar hadden wij een bepaald plan op en dat werd niet uitgevoerd. Kijk, tuurlijk kan je zeggen, het is de eerste minuut. En ja, zij spelen het wel zo goeddanig uit dat ze gelijk op... Ik vond eigenlijk dat jullie met 1-0 voor hadden kunnen komen te zijn. Ja, tuurlijk, met Achie weer met zijn rare... Want Achie neemt die bal eigenlijk zo ineens uit de lucht. Dat is dan nu op die beelden niet te zien. Maar die staan er wel op mijn netvlies inderdaad. En ik dacht ook dat hij binnen zou vliegen, maar ja, dat is typisch Achie. Want die keeper die staat echt versteend. Snap ik, weet je, dat zou ik ook zijn als keeper. Maar bij Achie weet je het nooit. En hij kan je zomaar verrassen. En, en 30 seconden later ligt hij aan de andere kant erin. Ja. En dan staan we 0-1 achter. Iedereen zat elkaar aan te kijken op de tribune. Van, ik denk dat het daar eigenlijk 1-0 moeten wezen. Misschien nog niet eens op een plek zaten of we stonden al 0-1 achter. Ja. Maar ja, weet je, daarom zie je wel bij de ploeg, nu bij ons bij Spakenburg, dat we heel snel 1-1 maken. Ja, wat een prachtig doelpunt trouwens. Ja, met een hele belangrijke rol voor Van der Lindy. Zeker, absoluut. Met een assist. Ja. Nou, die kopbal die is hier al geweest. Kijk, je niet met Soleiman die de bal goed meeneemt. Ja. En Achie die hem volgens mij goed mee door zijn benen heen tikt. En hem snel bal ligt onder hem. Ja, en, precies. Toch maar nog ik vond goed binnenschiet. Michaelis, vond ik het daar niet echt sterk uitzien. Nee, normaal vind ik het altijd wel een goed, redelijk aardig keeper. Want ik had het idee dat hij toch over zijn hand heen ging. Ja, maar ik denk ook niet dat hij verwacht dat Achie hem zo snel schiet. Ja, want hoe ik het ervaar ook, die bal speelt hij dan door de jongens zijn benen heen en hij schiet hem gelijk. Ik denk dat hij dat ook niet verwacht. En hij is 2 meter nog wat volgens mij, dus voordat hij bij de grond is, duurt het ook nog wel even. Nou, hij heeft zich wel laten zien trouwens in die wedstrijd. Ja, absoluut. Maar ja, dat weet je bij die keeper. Het is gewoon een goede keeper. En volgens mij is die 2 meter nog wat. En hij plukt alles uit de lucht. Ja, maar hoeveel doelpunten hadden jullie voor moeten staan met de rust? Wat vind je zelf? Ja, we hadden wel... Bal op de paal? Bal op de paal van Soleiman. Soleiman die... Van der Linden die van 2 meter tegen de keeper aankopte. Ja. En hij had toch zomaar 2-3 goals kunnen maken nog. Ja, absoluut. Ja, hier zijn hier de beelden helaas tegen de zon in opgenomen. Ja. En dat is helaas wat slecht zichtbaar. Maar ik vond dat jullie op momenten er heel goed tussendoor voetbalden. Met Soleiman, met balletjes, met een hekje erachterom en dan die voorzet. Schitterende voorzet van Green trouwens. Ja. Stond in de krant dat het een afspraakje was tussen Van der Linden en Green. Hadden ze nog tegen elkaar gezegd, stond hier in het AD, dat hij maar bij de tweede paal moest leggen en dan zou ik hem erin koppen. Nee, ik denk dat je gezien hebt dat het een... Het loopt goed aan die linkerkant met Soleiman en Green. En Green die er vaak overheen komt. Dus heel vaak. Ik denk dat Van der Linden zichzelf ook wel weet waar hij zich moet positioneren. Ja. En dat hij weet dat Green er overheen komt en de bal daar krijgt. Dat met Van der Linden met zijn lengte bij de tweede paal... gratis goals van hem zijn. Ja. Dus, weet je wie me ontzettend opviel? En ik weet niet of je dat ook overkomen is. Koen Westdorp. Ja, niet alleen deze week. Die doet mij al de laatste weken verbazen. Hetzelfde met dat teamverhaal. Heb ik ook vaker tegengespeeld en is mij ook nooit opgevallen. En ik heb de wedstrijd gekeken tegen de Treffers thuis was het. En dat ik hem geweldig vond spelen. En nu zie ik hem op trainingen en wedstrijden zie ik hem dingen doen. Dan denk ik van jongen. Als jij hij had een keer, gedaan, had jij keer niet gespeeld. Hij had een keer de echte lijn. Dat is alleen in de samenvatting van Eikons niet terug. Is dat niet teruggekomen. Maar dat eigenlijk een doelpunt moet wezen. Want die, op een of andere manier weet hij dan de echte lijn te halen. Ja, ik kan het eigenlijk nog niet meer terugvertellen. De eerste helft was het goed als het goed is. En hij haalt dus de echte lijn. Die trekt hem voor. En die werd dan net gered door de verdediger of door de keeper. Nou, dat had eigenlijk een doelpunt moeten wezen. Maar goed. Hij wordt er niet op voor beloond. Hij schoot ook na de 2-1. Nog een bal van buiten de 16. Ook maar net langs de verkeerde kant van de bal. Ja, maar ook tweede helft. Schoot hij tegen de keeper. En de tweede helft kwam hij in positie. 1-1. Ja, maar goed. Dat is zo'n beer van de veld. Dat is niet zijn sterkste. Nee, dat is niet zijn sterkste. Maar ja, weet je, daar hebben we andere jongens voor op het veld. Maar je ziet wel, door de kwaliteiten die hij brengt in het team... waardoor wij zo goed voetballen, weet je. De ballen uitzakken die ophaalt en open draait en even tussen de linies neerlegt of daarachter, weet je. En daardoor ontstaat er ook heel veel dynamiek in het veld en veel positiewisselingen. En ja, door zo'n jongen creëren we ook heel veel kansen, weet je. Ja, en hij maakt zichzelf dan niet, maar goed, daarvoor staat hij niet op het veld. Hij staat daar meer op het veld om andere jongens in stelling te brengen.
Was je bang met die 2-1 dat het in de tweede helft nog mis zou gaan? Vooral toen we aan het eind begonnen te pompen. Zij maakten die 0-1 en voor de rest hebben ze eigenlijk geen grote kansen gecreëerd. Nou, helemaal. Maar ja, weet je, als je zelf de kansen niet maakt en... Ik kan een keer zo aanvallen. De deksel op je neus krijgen, ja. Weet je. Eén keer was er een bal dat hij net voorlangs schoot. Kwamen we goed weg. Damen heeft eigenlijk geen reddingen hoeven te verrichten. Weinig eigenlijk. Hij was meer voetballend hadden we hem nodig dan op de lijn. Dus dat is ook wel eens een keer lekker voor hem, denk ik. Nou, de laatste kwartier, 10 minuten voor de tijd, ben je ingevallen. Dat was natuurlijk super lekker. En met dit mooie weer om de aanval te mogen zoeken. Je had nog een doelpoging, heb ik begrepen. Nou, die ging naast, vond ik. Het is het wachten. Derde keer is Kabel natuurlijk. Want je hebt in die eerste wedstrijd die je voetbalde natuurlijk ook al een keer geprobeerd. Schootje op de keeper. Klopt. Dus je gaat ervan uit dat aanstaande zaterdag... Dat zou mooi zijn. Heb je de richting bepaald. Beetje links, rechts, een beetje bijschroeven. Precies, een beetje bijschroeven en dan maak je een doelpunt tegen AFC. Waar gaat hij van? Links of rechts? Dan hoop ik rechts. Okay. Ja, dan hoop je rechts. Houden we van oud naar binnen toe. En, ja. Ik hoop dat je wat meer minuutjes krijgt. Van Chris. Van Chris. Ja. Dus moeten we even babbelen. Kijk, dat weet je natuurlijk vooraf dat je naar Spakenburg toe komt. Ja. En joh... Ik wacht rustig mijn kans af en ik ben ook niet helemaal 100% belastbaar nog, want ik loop ook nog met een liesblessure. Dus ik heb ook geen zin om gelijk na 2 weken aan de deur te gaan kloppen en zeggen van joh, wat is dat joh. Soms heb je gewoon even tijd nodig. Zou ik maar niet doen? Nee, ja, weet je, en het staat gewoon als een huis, dus ja, waarom, hij zou gek zijn ook als hij het verandert ook, weet je, dus joh. Ik zou zelf hard moeten werken en hard moeten trainen en zorgen dat ik fit ben en zorgen dat je bestaat als je invalt. Precies. En er is een blessure. Zeker, ja. Gaan we over naar Eemdijk. Eemdijk onverdiend verloren. Ja. Tegen RKVA Volendam. Ja. Hadden we wel een gelijkspel verdiend, heb ik van sommige mensen gehoord. Nou, misschien had je zelf wel de winst kunnen pakken. Nou, de winst, dat wil ik niet zeggen. Nou, je gelijkspel wel. In de derde minuut al een hele goede kans. Ja, ze hebben wel kansen gehad, maar ja, dat is voetbal. Dat weet je. Met een bal van Michel Boom, Gozes, ja. Want die hebben een schot in zijn benen. Nou, ik weet niet of je dat doelpunt nog een keer terug kunt zien tegen VVSB. Ja, niet hier, dat is al een eerdere wedstrijd geweest. Ja. Dan rol je achterover. Nou, dat is een kogel van 30... misschien wel 35 meter een vrije trap. En die jas die is een raket in de driehoek. Ja. Ja, die heeft een schot in zijn poten, dat is niet normaal. Ja, nou, dat heeft hij. Nou, die kans ging net boven de lat over. Ik heb van mensen gehoord dat het wel terecht was. Ja, ja. Een gelijkspelletje had wel gekund, maar ja, het is niet zo. Maar Volendam met geen misselijke ploeg hoor, denk ik dan. Die gaan meedoen voor het kampioenschap. Ik wil ze zaterdag wel eens zien. Ja, nou, wat dat betreft is jammer. Je hebt het toch, je hebt toch de rode zijde van het dorp een beetje laten vallen nu. Als je even puntjes had meegesnoept. Ja, maar ik bedoel... Had toch lekker geweest. Maar ik denk dat Volendam en IJsselmeer volgens de dienst gaan uitmaken voor het kampioenschap, denk ik. Ja, nou, ik denk dat Volendam het laat liggen. He? Ik denk dat Genemuiden en Sparta Nijkerk de grootste tegenstanders. Ja, dat denk ik, hoor. Maar ja, Volendam, vergeet het niet, er lopen knappe voetballers, hoor. Ja. Nou, we gaan zaterdag uitvechten. Ja. Ja, zeker. Ik vind het sowieso een beetje een aparte competitie. Als je ziet hoe vaak de ploegen bovenin punten laten liggen. Ontzettend. Vogels, Hakkemaassen Boys, Genemeijer. Ja. Spijt en Nijker nu 2 keer achter elkaar. Als je een ploeg hebt die een beetje consistent is. En van Urk verloren. Van Urk, maar goed, ze zeggen altijd... in de Stedoco, in de zaterdag of in de zondagtak, weet je, die verliezen ook na de winterstop. Niet constant genoeg, lijkt het. Ja. Nee, na een paar speelrondes stond Eemdijk nog steeds boven IJsselmeervogels. En als je dan nu ziet dat IJsselmeervogels gewoon nog bovenaan kan staan, is best vreemd. Hoeveel punten ze eigenlijk hebben laten liggen, weet je. Toch, heel veel punten hebben ze laten liggen. Het is toch frappant om te zien dat ze dan alsnog bovenaan staan. Ja. Goed, dat zal toch ook te maken hebben met het feit dat je een team opbouwt. Je ziet nu ook een Wessel Boer en een Eindhoven die nu wegvallen. En Morgan die nu zijn plek kwijtgeraakt aan de Gerrit van de Groep. Dat is bouwen, dat is zoeken. Er komt nu wel steeds meer vastigheid. Ook in de basis, denk ik, Wessel. Ja. Ja, wat mij opvalt is dat Van Son die speelt nu meer naar voren.
Ze speelden nu eigenlijk een 4-2-2-2 op papier. Waarmee Van Son dus eigenlijk de rechtsbuiten was. Normaal dus meer rechtsback. Maar daar stond nu Gerwin van de Groep uit mijn hoofd. Ja. Hij gaf wat goede voorzetten. Volgens mij heeft hij ook nog de lat geraakt einde van de wedstrijd. Ja, 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 ja. Dus misschien dat dat een van de sleutels is. Volgens mij komt hij eraan, denk ik. Ik hoop het. De bal wordt moeilijk weggewerkt. Dat scheelt ook niet veel. Dat is een beetje net als Bjelica of zo. Ja, Bjelica. Ja. Die hem nu wel drinkrult. Die hem er wel inschiet. Nee, maar dat is wel, hij wordt wel gevaarlijk als hij een linie meer naar voren speelt. Dus dat is goed om te zien. En ik denk dat je dus ook defensief dus wat steviger bent. Je krijgt, je houdt nog steeds niet de nul. Dat is volgens mij al wel even geleden uit mijn hoofd. Tegen Sparta Nijker kregen er 2 tegen. Vorige week nog later in de wedstrijd 1 en nu weer 2. 2 ook, maar ook richting het einde van de wedstrijd. Ja, ook richting het einde van de wedstrijd. En hier staat nog 0-5. Nou, ik heb me verbaasd over die ene voetballer die hier een 3 maanden heeft gepasseerd en dan ook nog iemand tussen zijn benen doorspeelt. Ja. En die zit en dit is zonde. Ik weet niet waar ze die vandaan gehaald hebben. En ook met het tweede doelpunt volgens mij speelt niet een rol. Maar goed, dan is het al 5-2. Ja, en dan zie je. Ja, maar dit is een geweldige aanvaller van. Ja, dan wordt het 2-5 en dan is het volgens mij al in de 80 minuten. Ja. Dus ja, je weet dat ze niet meer gevaarlijk worden. Maar het is toch lekker als je een keer de 0 zou houden. Ja. Daarna schiet volgens mij Danny de 2-6 binnen. Schiet de 2-6 binnen van buiten de. Ja. Hij heeft 2 keer buiten de 16 gescoord volgens mij. Ja. Een geweldige spits. Helemaal voor deze competitie. Ja, hier. Maar je denkt niet lang na. Boom. Hij weet wat hij gaat doen. Nee, maar je ziet wel, hij wil eigenlijk uithalen. En hij denkt van, ik heb nog alle tijd. En hij legt hem gelijk goed dood. En hij schiet hem weer VSB is niet zo'n sterk elftal, vind ik hoor. Nee, maar weet je, dit zijn wel, 6 keer scoren tegen welke tegenstander dan ook is goed. Ja. Dit zijn wel exceptionele kwaliteiten. Weet je. Als je een spits hebt die een beetje wild is, die probeert hem zoals Brobbey tegen Heracles binnen te schieten. Maar er zijn er niet een hoop die dat kunnen, zeg maar. Je ziet dan helemaal, legt hem even gelijk klaar. En, ja, ik vind dat eerste doelpunt vind ik helemaal geweldig. Ja. Dat is een soort Bjelica-doelpunt ook. Ja, alleen dan gaan we dan strijken. Even naar kijken. Ja. De 0-3. Vindt hij mooi, hoor. Ja. Kijk eens hoe dat is die van de Meijerijk. Dat is een mooie goal. Ja. Strek, hè? Dat is de mooiste van de wedstrijd. Ja, ja. Strek. Nou, hij is er heel blij mee. Ja. Maar goed. We gaan de tribuneblik maar afsluiten, ook vanwege de tijd. En Kilian die moet natuurlijk zometeen naar de training. Dus anders speelt hij zaterdag niet. Anders speelt hij zaterdag niet, dan wordt hij gestraft. Of je moet weer naar een aflevering van Buitenspel komen. We gaan daarom snel over naar het volgende onderdeel. En dat is het moment van de week. En het moment van de week, dat zien we hier op het scherm verschijnen. Nou, het moment van de week is bepalend voor Yannick Bouw. Die vertrekt toch bij Imdijk. Nou, het andere moment is de grote schoonmaak van de selectie bij VVEV. 5 spelers, het is al gememoreerd. En Spakenburg, zegenreeks duurt voort. Ondanks een keer gelijkspel. Al vanaf september, geloof ik, hebben jullie niet verloren. De laatste wedstrijd was tegen AFC. Ja. AFC was dat. Er was ook een moment dat er genoemd werd, maar die hebben we niet willen laten zien. Vanwege het feit dat we ook veel jeugdige kijkers hebben. En dat was het spandoek dat getoond werd tijdens de wedstrijd bij Spakenburg. Waar Wesselboer het slachtoffer van was. We gaan daarom naar Yannick Bouw, selectie IJsselmeervogels en Spakenburg zegenreeks. Wat is jouw moment? Ik ga voor nummer 3. We hebben het net al heel kort over nummer 1 gehad, over nummer 2 aan het begin van de uitzending. Dus ik denk dat Spakenburg ook nog wel de credits verdient. Dat zal zo lang ongeslagen zijn. Ja. Oké, hartstikke mooi. Sluit ik me bij aan. Sluit je mee aan. En ik ook. En jij ook? Ja. Hoef ik niet te zeggen waar ik voor ben? Nee. We willen wat ook voor nummer 3 gaan. Ik denk dat dat wel bekend zal wezen bij de meeste kijkers. Het moment van de week is
En dat mag toch wel een keer genoemd worden in Spakenburg, de zegenreeks die voortduurt. Het moment van de week. En dan gaan we snel over naar Speler van de Week. Debutenspel 2.0 Speler van de Week wordt mede mogelijk gemaakt door Snacksalon La Plaza. En met 31% van de stemmen is Ahmed Al-Azouti op nummer 2 gekomen. En je kunt het haast niet anders dan verwachten. Ja. Danny van der Meijerakker natuurlijk. Met 69% van de stemmen. En heel veel stemmen ook. Hè? Ja, heel veel stemmen. Het waren er bijna 900 voor Danny van der Meijerakker. We hadden binnen een uur hadden we al 500 stemmen op Danny van der Meijerakker. En toen liep de telefoon van Danny, die andere Danny de Graaf, die liep vast. Zoveel meldingen kwamen er binnen via Instagram. Ja. Het is toch bijzonder dat Danny zeer geliefd is bij de vogels. Ja. En ook Spakenburg, ik hoorde dat volgend jaar naar Spakenburg weer gaat. Ja, dat gerucht dat gooi jij even in de televisie-uitzending. Maar ik vind het wel knap van de Meijerakker dat hij wel terug is gekomen. Ja, dat is hartstikke mooi. Want hoe hij is behandeld, de laatste wedstrijden. Zeker. En dan vind ik het knap dat hij dat doet. Absoluut. Nou, Danny van de Meijerakker, je bent speler van de week. En degene die daarop gestemd heeft, die kan een waardebon van La Plaza winnen. Ik hoop dat de winnaar in beeld komt. En dat is Lydia Heek. Die heeft die prijs gewonnen. En als Lydia even contact opneemt via Instagram met ons, dan zorgen wij of dat je zelf die even op komt halen bij de studio. Lydia Heek, gefeliciteerd met je prijs. Dan gaan we snel over naar het volgende onderdeel. En dat is een schot voor open doel. Heel kort. Een publiekswissel. Voor? Ik denk toch Gert-Jan Karsten. We hebben het al veel over de spelers gehad. Maar ik denk dat hij de aanvallende impulsen flink heeft verbeterd binnen IJsselmeervogels de afgelopen 2 weken. Dus dat mag benoemd worden. Nou, Gert-Jan Karsten, een publiekswissel voor jou. Voor je... Voor de verbetering van het aanvalsspel. Kilian? Ik heb deze niet goed doorgelezen. Voorbereid? Voorbereid, nee. Je mag nog even nadenken. Dat is goed. Een rode kaart of een publiekswissel? Ik geef een publiekswissel aan Jordi Huigen. Die is een half jaar geblesseerd geweest. En hij heeft de eerste wedstrijd tegen VSB weer gevoetbald. En het was de man van de wedstrijd. Ja. Een pluim voor hem dat hij zo terug is gekomen na zo'n zware blessure. Hij staat als een huis. Ja, ik vind het absoluut knap van hem. Nou, een pluim voor Jordi Huigen. Dan ga ik mijn vriend naast me misschien de rode kaart geven aan de jongen die bij Eemdijk 2 weken getekend heeft. Ja. En vertrekt naar een club waar hij iets meer centjes kan verdienen. Ja, wat sommige jongens doen in de voetballerij, dus die geef ik dan een rode kaart. Ja, oké. Nou, Yannick. Bouw een rode kaart voor het feit dat je tussentijds vertrekt nadat je nog... Misschien kan ik de volgende keer uitnodigen om... Ja, misschien wil je komen. Heel kort geleden getekend heb bij Eemdijk voor een 2-jarig contract. Nou, dan komen we aan het einde van deze aflevering. En dan ga ik de gasten heel hartelijk bedanken voor hun komst. Wessel Ter Haar, Kilian Vermeel. En Timmy Hendricks. Geen dank. En dan zou ik zeggen, tot buitenspel.